Mijn vrouw en ik verwelkomen u in onze tombe. Toen wij eeuwen geleden begraven werden, was het een baken in het landschap. Een grote grafheuvel die ons volk van veraf kon zien. Ik werd als eerste begraven in de centrale grafkamer die u voor u ziet. Mijn man stierf later en hij werd gecremeerd, zoals alle militairen. En hij rust in de rechterzijkamer. U vraagt zich af wat dit is. Mijn familie gebruikt het tijdens het begrafenisbanket om wijn te serveren, gemengd met honing en kruiden uit de Oosterse landen. Dit ben ik. Net als mijn voorouders, die ook moedige krijgers waren, is mijn lichaam gecremeerd en mijn as is in deze grote urn geplaatst. De mooie gouden plaat op mijn borst moet me beschermen tijdens mijn overgang naar het hiernamaals tot bij de goden.